Ik ben onderweg naar Sepsport. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Op naar Ron. Dit is Koen Verweij, een van de beste schaatsers in Nederland. En wil je weten waarom hij nu zo zenuwachtig is? Nou, daarvoor gaan we even een stukje terug in de tijd. Al 20 jaar laten we in Sepsport zien hoe leuk het is om aan sport te doen. Zelfs Koen was als kind al te zien in Sepsport. Toen nog als skier, maar dat is iets te ver terug in de tijd. Ja, want hier kennen we hem van. Koen Verweij won gouden medailles op het WK en de Olympische Spelen met schaatsen. Maar dit jaar is hij gestopt met zijn sport en nu zit hij thuis met een stak chips op de bank. En wat vinden we ervan? Koen zit in een zwart gat. Hij weet niet wat hij moet doen. En daar halen we hem uit. Hij mag grabbelen naar een nieuwe sport en hij krijgt een toptrainer. Ik ben wel een paar maanden gestopt, dus ik ben niet meer fysiek zo goed zoals ik een paar maanden geleden was. Hier hebben wij 20 sporten ingedaan, want omdat we 20 jaar bestaan, vinden we dat wel nodig. En er zit echt alles in. Tot voetbal, hockey, je kunt het niet zo gek opnoemen of het zit erin. Wat is het? Synchroon zwemmen. Synchroon zwemmen is een hele sierlijke waterdans. Iets wat lastig kan worden voor Koen als hij te lang heeft stilgezeten. Maar gelukkig krijgt hij hulp. Sepsport bestaat 20 jaar en er is veel toptalent langsgekomen, zoals Roelof Jan. 4 jaar geleden liet hij ons al zijn kunsten zien. Hij is nu hier om Koen te helpen. Het is een soort dansen in het water en je doet allemaal oefeningen. Meestal is het op muziek. Vandaag leer ik jou 3 baasoefeningen. Ik ben er klaar voor. Dat is wel even nodig hoor. Het is ook wel even goed dat ik dit doe. Het figuur wat ik jou ga aanleren heet de flamingo. Dan ga je zo liggen en dan trek je eerst rustig je knie in en dan stek je hem rustig uit. En dan trek je nog dit been in en dan heb je het hele figuur, de flamingo. Zo. Dus ik doe hem onderlangs. Hè? Heb je niet een maatje groter? En? Wel goed. Ja, en dan moet je zorgen dat je heupen zo op het water blijven liggen, even te mogen ook niet zakken. En je moet altijd met je hoofd naar het plafond kijken. Ja. Stuwing is wel echt een basis. En als je die niet echt onder je knie hebt, wordt het wel lastig om alle andere figuren te doen. Ja. Het gaat allemaal wel erg snel. Het moet rustiger, maar het is wel, we kunnen ermee door. Oké. Vind je het leuk? Ja, het is zwaar en uitdaging is altijd leuk, hè? Het ziet er allemaal hartstikke makkelijk uit, maar het is toch een... Valt zeker niet mee. Je krijgt ook... Gaan we starten met het echte werk. Koen heeft net natuurlijk de flamingo gedaan. Dat is wel een van de moeilijkere. Ja. We hebben nu makkelijkere voor Koen. Ja, wij dachten dat jij misschien heel goed zou kunnen. Dat kan je niet. Dus we beginnen, hè? Dus we doen nu een etage laag. Oké, nou, let even op. Nou, dat kan jij goed. We gaan nu een tweede oefening doen, dat is de oester. Ja, oester. Ja, dat is een oester. Ja. Dat is een oester. Nu kan je niet meer met je handen bij de bodem. Nu kan je, moet je het zelf doen. Heb jij je zonnebril op? Je duikbrilletje op? Ja. Je zonnebril op. Zo. Ja, dat zit goed hoor. Op je rug. En dan. Oh. Ja, het ging op zich wel goed. Maar zorg wel dat je tenen blijft aanspannen en dat je voeten bij elkaar blijven. Oh. Oh. Ah, die ging nog niet hebben vloeiend. Nou, wij vonden hem al heel mooi. Hè? Ja, het ging beter. Ja, heel goed. Ontzettend goed. Hoe heet deze? De hoek. De hoek. Moet wel lukken, hè? Nog enthousiast ook? Ja. Hij mag niet de bodem aanraken, want dan wordt je figuur afgekeurd. Is dit echt een sport voor hem, denk je? Nou, het zou wel kunnen zijn, maar hij moet nog wel gaan oefenen. Ja. Dus goed gedaan.
leuk. Dankjewel, dankjewel. Voor de eerste keer ging het wel goed, ja. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Ja, oh, nou, ja nee, dankjewel. Zo, hoe vond je het? Ik vond het leuk om te doen. Ja, toch wel. Ja, wel zwaar. Zwaar, hè? Ja. Is dit wat voor jou? Is synchroon zwemmen misschien een sport voor jou? Ik denk niet dat dit heel goed bij mij past. Zo blij dat ik het zeg. Ja, nee, dat vinden wij ook. Niet echt. Ik heb hier niet genoeg talent voor dat ik daar echt van kan gaan genieten, denk ik. Nee. Volgende dan maar. Yes. Kansink, zullen we zeggen. Ja. Oh, nou, ben benieuwd. Voltige. Weet je wat het is? Nee. Voltige, nou, dat is een sport waarbij je trucjes doet op een paard. En dat kan alleen of met een team. En dit is Jasper. Hij toonde al eerder in Sepsport zijn kunsten in het voltige. Het is nu aan hem om Koen de basistechniek te leren. Hey, Jasper. Hallo. Hoe is het? Goed hoor. Dit is Koen Verweij. Ja. En die wil graag een andere sport proberen. Kun je vertellen wat voltige is? Voltige is eigenlijk een soort turnen, acrobatiek op een galopperend paard. Ja, heb je iets met paarden? Ik vind het indrukwekkende beesten, ja. Ik heb wel enkele keren op een paard gezeten. Dat, ja. Is altijd dat is fijn, toch? Als iemand op een paard gezeten heeft, een klein voorsprongetje. De bedoeling is dus dat hij straks op het paard een truc kan. Een truc. Dus we zijn van plan om hem te laten staan. En als je het durft, zelfs wel in galop. Kun je dat in een dag leren? Om helemaal goed te worden, dat niet. Maar staan kunt, of zo... Je kunt wel zien of iemand talent heeft. Zeker. Of het, nou. Hier gaan we dus testen om te kijken of je snel genoeg bent. Om te kijken of je genoeg sprongkracht hebt. Ja. En dan gaan we dus rennen. Dan moet je naar de overkant komen. En je mag maar één been in elk vak zetten. Makkelijk. Yeah. Nou, dat ging toch goed, hè? Dit is voor de balans om te kijken, want als je geen goede balans hebt, dan val je zo van het paard. Of ga je dus naar beneden. Hij doet het goed. Beter dan ik had gedacht eigenlijk. Ja, wij, nou. Oh, top. Ja, dit ligt dichter bij mij, hè? Dat springen en zo. Ja, dat, ja. Tot nu toe alleen maar goed. We hebben nu daar een beetje de balans getest. We hebben sprongkracht. Dat ging allemaal perfect. Dus we kunnen naar de bok. Top. Nou, op naar de bok. Ja. Hier trainen wij eigenlijk alles op wat wij nog niet zeker weten of op het paard lukt. Maar wat wij jou gaan doen is dus de opsprong, molen, vlag en staan. Want dat zijn de leukste en wel wat makkelijke oefeningen. Ik hou hem hier vast. Dat lukt op het paard ook. En dan doe je gewoon de opsprong. De opsprong was al fanatieker dan ik had verwacht. Hebben wij de vlag. Ja. De molen. En misschien wel de moeilijkste oefening. Nou. En dan het staan. Nou, dat moet toch wel lukken? Ja, nou. Dat moet zeker lukken. We gaan het doen. Oké. Dus jij hebt hem zo vast. Ja. En jij niet hier. Zo, ja. Zo. Nou, daar komt hij, hè. Nou, dat is al leuk. Ging dit goed of niet? Dit ging dat heel goed. Ging beter dan goed. Ik had gedacht. Ja. We beginnen met de vlag. Oh ja. Ja, Koen, juist. Ja, en dan hou je weer je... Dit maakt hem niet helemaal mogelijk. Hou je tenen. Je moet plat. Ja. Dit been moet gestrekt. Goed. En dan de molen. Dat, Ja, en dan altijd je tenen strekken. Ja. Ja, niet als je zit, dan moet je ze onder je zitvlak hebben. Linkerbeen eroverheen en dan je rechterarm meteen weer pakken. Zodra die en dan je linkerarm weer vastpakken, ja. En dan ga je opspringen naar staan. Ja, en dan kan je nog je handen vasthouden. Want als je in één keer, zo doet, dan val je. Dat kan ik nu al wel zeggen. En dan op je volle voeten staan. Dus niet alleen op je tenen of alleen op je hakken. Ja, en dan iets oprichten, dus gewoon normaal staan, bek kantelen en handen naar achteren. Bek en zo kantelen? Ja, zo naar achteren. En dan handen naar zij. Ja. Wat we nu gaan doen, is eigenlijk dezelfde oefeningen die we op de bok hebben gedaan, maar dan op Brune. Weet je het allemaal zeker eigenlijk? Ik weet het zeker, ik ben er klaar voor. Nou, ga je gang, jongen. Toi, toi, hè? Geef jou een trots op je. Ja, en dan die andere ambt. Zullen we hier bovenop? Ja. En dan is het... 1, 2, 3. En dan spring je er dus bij 3 spring je. Oké. Ja? Ja. 1,
2, 3. Oh. Ja, hij zit, hij zit, hij zit. Nou. Ging goed, toch? Ja, en dan doen we de vlag. De vlag. De vlag. Oh. Kijk eens. Goed op je voeten leunen. Ja. Ja, goed zo. Oh. Ja, oh ja. Ja, kijk. Bruni vindt het ook goed. Ja. Mooi, mooi. Ja. Oh, kijk eens, goed. Fantastisch. Nou, dit is mooi. Hij kan beter zijn tenen strekken dan ik. Ja, Koen, ik ben trots op je man. Weet je wat ik zie? Dat doet hij goed, hè? Ja. Dit is toch fantastisch. Zie jij een talent in hem? Zeker. Ja, hè? We gaan in galop. Jeeha. Colette komt er even bij. Ja. Even Colette. Ja, ja. Oké, vandaag. Goed. En dan spring je weer hetzelfde op naar staan. Vuisten. Oh, goed hoor. Ja, en probeer je linker of je rechterarm is los te maken. Koen, dat goed. Hij is nog knap lastig hoor, dit. Je kan het. Ja, Koen, goed man. Dat ziet er zo fantastisch uit. Met trots op je hoor, hé. Ik ook. Dat is fantastisch, man. Ik ook om mezelf. Dan doe ik even rechts. Oh ja. Oh, oh, ja. Ja, goed dat ze er is, hè. Goed dat ze er is. Nog niet losgelaten, nee, maar als dat nog alles is. Oh, hè? Wil je het proberen? Nee, we gaan hem zeker even proberen. Oké. Okay. Nou, en dan nou, het moment van de dag. Het staan. Het staan, hè? Ja. Nou, dat moet wel lukken. Alles gaat vandaag beter dan verwacht. Nou, het is ongelooflijk. Jasper zegt het ook. Alles, nou niet alles gaat vandaag beter, maar er gaat een hoop beter dan verwacht. Ik heb het idee dat dit jouw sport is. Ik ook al een klein beetje. Ja, heel goed. Kijk eens, het gaat automatisch bijna nog een keer de molen doen. Ja, het is fantastisch. Ja. High five. Ja. Het ging echt supergoed. Ja, dankjewel Jasper. En tot snel, denk ik. Ja. Moet je weet het maar nooit. Kom. Nou, ik vond het best leuk. Het was wel spannend. Ja, heel erg. Hè? Ja, het was wel spannend. Ja, maar zou dit misschien wel een nieuwe sport voor jou kunnen zijn? Het ligt niet heel dichtbij me, maar het ging best wel goed. Ja, maar kan ik een abonnementje voor je regelen? Of zeg je, nou, ik ga nog even verder kijken? Nou, misschien zijn er nog een paar andere sporten die ik eerst moet proberen. Wat een prachtige toevoeging aan de sportcarrière van Koen. Zit je nou te kijken en denk je, ik weet ook nog een oud topsporter die ons hulp kan gebruiken? Laat het ons dan vooral weten.